Hey yo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een nieuwe episode van mijn Crysis 3 multiplayer Road to Commander serie. Mijn gaf wel een mond vol. En dit is episode 2 en ik wil even wat aan jullie mededelen, want wel, ik ga niet met twee potjes in één episode spelen. Ik ga vanaf nu gewoon, net zoals mijn Road to Gold serie van Black Ops 2, gewoon één potje spelen. En wel, dat betekent dat ik er meer episodes van kan uitbrengen per week. Ik gok nou op zo'n 3 tot 4 episodes dat ik ga uitbrengen als ik gewoon één potje ga spelen. En kijk nou, als het gewoon een heel kort potje is van nog maar 3 minuten, dan ga ik er natuurlijk wel een potje achteraan spelen. En soms zijn het ook wel wat langere afleveringen, omdat ik soms dingen moet doen. Of omdat ik gewoon nog een potje wil spelen, omdat ik gewoon enorm slecht heb gespeeld. En wel, dan heb ik altijd zoiets van, weet je wat, ik moet in deze episode gewoon even mijn mannetje staan. Nee, maar goed, ik ga even mijn equipment customiseren, als jullie dat ook tenminste hoe dat gaat. Even kijken, ja, ik heb deze klas ook wat aangepast. Ik had er een V-Line X3 in gezet, dus ik moet even de klas renamen. Ik noem hem vrouwlief. Vrouwlieve. Vrouwlief. Oké, vrouwlief. Het is een V-Line, snap je? Goed, dan hebben we hier snackbar, dan hebben we hier snuit, dan hebben we hier je oma nog steeds en dan hier in je face. Sure, in je face is zo goed met die boog zo. Maar goed, ja, ik ga even met de boog spelen. En als dat niks wordt, dan ga ik denk ik met snackbar spelen. Maar ik wil even wat bekijken hier bij de killstreaks. Want dit wil ik wel even uit gaan zoeken. Even kijken, wat is dit? Scout. Point fire. Wacht even. Ja, maar dat recoilt nog steeds. Fire rate? Oh, ja. Ja. Ja, oké, ja, nee. Oké. Nou, dan gaan we maar gewoon naar Phantom, denk ik gewoon. Ja, dan doen we dat. Even kijken, ik wil wel even wat gaan bekijken, want ik ben wel wat tegengekomen. Ik heb een nieuw wapen geunlocked. En die video die was misgegaan, omdat ik het compleet had verneukt qua commentary. En die X-Store had het niet goed opgenomen. Maar goed, dit is hem dus. Even kijken. Ik ga deze in plaats van die stomme shotgun doen. Ja, dat ga ik doen, ja. Zo, oké. Gaan we met de boog of met deze spelen? Of ja, de boog of die. Dus ja, hangt vanaf hoe het gaat met de boog natuurlijk. Goed, join match. Even kijken. Ik ga denk ik iets van Team Deathmatch of zo, hoop ik, denk ik. I don't know. Hallo, is er een match ergens? Wat is dit? Hunter, dat is een kut game mode. Die ga ik absoluut niet spelen. Even kijken, dat is Team Deathmatch, die wil ik doen. Even kijken, Spheres, join. Spheres is zo episch. Yes! Ik ben level 9, by the way. En ik heb volgens mij dit al een keer eerder proberen op te nemen. Toen was het enorm verkrekt, want wel, er was allemaal achtergrondgeluid. Echt gewoon, ik had er zoveel problemen mee. En ik ging gewoon 10 keer dood en ik haalde 0 kills en alles. Het was echt het was dramatisch. Goed, Spheres. Dus wat domination is dat. Je moet gewoon de Spheres securen. Staat er ook wel, stand next to a spear to capture it. Once captured, the spear will give you points to the team until the enemy team captures the spears. Goed, oké. Okay. Wel, let's go. Let's play some Crysis. Eve's, hè. Die gingen we doen. Daar gingen we mee spelen. Wauw, het is over zo'n lekkere map dit, hè. En ik ga denk ik vandaag even met jullie hebben over mijn Xbox/PS4 kwestie. En of ik überhaupt nog wel een console gamer wil zijn. What? Ja, inderdaad. Ik zit er wel aan te denken om eventueel de nieuwe COD gewoon op PC te kopen. Hetzelfde geldt als er een nieuwe Halo uitkomt. Alleen dat weet ik niet zeker. Ik weet het gewoon niet. Ik zit wel een beetje te twijfelen van wat ik wil. Want wel, PS4 vind ik op zich qua specificaties wel fijn. En ik vind de controller echt gewoon echt gewoon dikke kak. Dus ik weet niet wat ik precies nou wil. Dus ja, want wel, geld maakt niet echt uit. Ja, het is, what the fuck is dat nou? Maar het is überhaupt gewoon duur. 400 of nou 500 euro, dat is gewoon überhaupt gewoon veel geld. Dus ik weet gewoon niet of ik nou wel gewoon überhaupt nog wel een console wil hebben. Want ik vind het gewoon überhaupt gewoon veel te duur. Press F to grab. What the fuck pak ik nou op? Oh wow, wat is dit voor ding? Wel is leuk. Wauw, wat is dit voor falend iets? Boom, wow. Die is wel epic. Die is wel epic, jongen. Yes, headshot. Ik begin Crysis gewoon een beetje onder de knie te krijgen.
Wat is dat nou? Ik schoot die ene mogol toch dood? Ja, kan ik niet, ik weet niet. Nou, kennelijk heb ik de trekker niet goed overgehaald of zo, I don't know. Holy shit. Maar ja, ik zit dus gewoon te twijfelen of ik al nog wel een console gamer wil zijn. Maar dat begrijpen jullie waarschijnlijk ook wel. Ja, wat denk je nou, dat ik die zie? Fuck. Au, ik word echt doodgeknald hier zo, ik moet echt even wegwezen. Oké. Ik ben veilig, goed zo, even weg hier. Oké, hierin blijven, goed! Wel, ik ben er weer bij, oh, what the fuck. Oh, phew, dat was een beetje close call natuurlijk. Maar ja, de COD Ghost, die is in principe best wel nice. What the fuck, jammer. Maar goed, ja, het is dus best wel een nice game in principe. Tenminste, ik heb er wat over gehoord van wat vrienden en ja, ik weet niet hoe hun vandaan hebben. Maar volgens mij wordt COD 4, of nou, COD 4, what the fuck. COD Ghost, zo gaat het denk ik heet, COD Ghost. En ja, dat wordt volgens hun best wel een nice game. Ik hoop gewoon dat ze het een beetje op MW4 of MW3 laten lijken. Met een beetje de wapens van Black Ops 2 erin. Maar ja, ik weet dus niet of ik überhaupt dan dus nog wel gewoon lekker op mijn... what the fuck nou weer, ja. Of ik gewoon nog wel op mijn consoles wil gamen. En ik ga er gewoon niet over ophouden, want ik kan gewoon niet spelen fatsoenlijk. Oké. Okay. Ik kan me dus niet concentreren, dat is ook kut zo. Eventjes face melee, ja, oké. Verdomme, jezus, ik haat het. Nee, ik heb beloofd om met de pik. Oké, ik moet even tot mezelf komen. Ik heb beloofd de out of ammo. Wauw, ja, dan moet ik wel anders. Ja, je oma dan maar. Oké, wat moet ik nu doen nou? Moet ik nou met de handgun of zo? Are we going to play that game? Nou, dan moet ik iemand gaan killen of zo met een. What the fuck? Ja hoor, ik zie het toch niet eens. What the fuck, waar komt die granaat neer dan? Oké, dit is dus dikke bullshit. Dit is zulke dikke bullshit. Dat lijkt me reet, man. Geef mij die kill, mijn kill. Ja, oké. Okay. Dat is mijn kill. Bitch. Ik hou ervan om altijd even in een cloning device te gaan als ik aan het reloaden ben. Ja, oké. Okay. Geef dat maar aan mij. Ah, oh, wat is dat nou dan? Ik ga niks dood. Ja, dat slaat dus totaal nergens op, hè. Plut er gewoon in, ja, huppakee. Echt, het boeit me niet. Ja, hier. Totally dood. Komt die daar hoor. En dan in één keer gewoon. Ja, dit is. Ik heb Kruis ook nog totaal niet onder de knie, dus wat dat betreft. Kijk, ik moet gewoon iemand 5 keer beschieten voordat hij dood is. Dat is niet leuk hoor. Ja, geef maar. Ik ga er gewoon iemand mee doodmaken. Echt waar, serieus. Oké. Clothing bitch. Oh, wat? Had ik iemand dood of niet? Ik wil granaatkill graag. Yeah! Oh, nou, tag team. Ik heb een assist gekregen. Jongens, help eens me capturen. Anders lukt het ons niet, oké. Oké, ik ga even hier langs, oké, jongens? Ja. Kan ik hier langs? Jezus. Waarom pak ik een handgun? Wat is dat nou weer dan?
Dit moeten ze zo uit die fucking game halen. Nonderdje. Echt, wat is dat vervelend. Headshot. Ja, lekker melee met me weer. Is gewoon niet elleboog gestoten, je bent gewoon dood hier. Wat? Victory? Hen? Wat? Ik heb zo het gevoel dat het erg kort is, dus ik speel er nog even één achteraan. Kijk waar al mijn kills lukken, hè? Kijk. Ja, joh, heb ik ook gekild, meneer. Het duurt gewoon nog even dat ik een beetje in de game ben, jongens. Ik ben nog maar level 9 en ik speel de game nou een paar episodes of zo. Ik speel echt niet off camera. Het is gewoon, ik snap de game nog niet helemaal. Ik probeer wel gewoon mijn best te doen. Oké. Accept. Nou, we gaan vandaag weer met die gun spelen. Customize. We gaan dus weer met je oma spelen. Even kijken, kan ik hier al wat equipment en attachments? Daar nog niks, daar nog niks. Barrel, andere barrel. Ik heb nog helemaal niks geunlocked. Carré ratio, 1 en 3 of zo, oké. Okay. Next level, 6 kills. Ik ga gewoon dit wapen gewoon levelen. Ja, dat ga ik gewoon doen. Oké, dus ik snap nu hoe je wapens moet levelen. Zo kan ik dus attachments unlocken. Hey, kijk, we zijn weer terug bij waar het allemaal begonnen is, Brooklyn Bridge. Dat is leuk. Nou goed. Even tot mezelf komen. Nou, dan gaan we gewoon eens even fatsoenlijk die game spelen. Ik ga vanaf nu niet meer falen. Even kijken. Goed, we gaan met je oma. Oké. Okay. Nice. Ik vind dit wapen wel fijn, dus ja. Even kijken. Tap. Oké. Okay. Maar ik moet dus ook vaak een beetje de kloning gaan gebruiken. Oké. Okay. Wel. Ik vind Crysis 3 zonder echt gewoon... Zonder problemen. Gewoon een epische game. Oh mijn god, wat is dat voor episch ding daar zo? Crash uitspelen we. Oké. Okay. Goed, ik ga het een beetje tactisch aanpakken. Ik ga een beetje in de hoeken blijven van de map. Zodat ik geen problemen krijg. Waarom kan ik daar nu niet... Ja, wauw. Dat ik daar gewoon niet op kan. Ik ga gewoon naar de crash site hier zo. En die ga ik gewoon... Oké, dit is dus weer typisch. Kennelijk heeft die FMJ erop of zo. Ik snap dat gewoon niet. Ja, ik kom ook gewoon ook veel later in de game. Dus hij heeft ook gewoon al zoveel epische OP dingen. What the fuck? Jongens. Please. What the fuck, wat wil ik nu? Ja, daar moet ik niet afspringen, hè. Oké, daar kan ik op. Misschien moet ik een sniper gaan gebruiken. Spannend. Cloak engage. Je schiet niet echt vol met die cloaken. Een assist, dat is altijd fijn. Ho! Fuck sorry. Ik ben dood. Oh yes. Her. Ja, oké, okay, die wil ik graag. Kan laten, ja. Ga ik gewoon op het ding schieten, hoor, zo. Wat? Wat ging ik nou dood? Zit hij daar, hoor. De close sniper. Wauw. Skills, dude. Ik ga gewoon die game spelen. Oké, okay, ik ga hem wel even helpen. Ik ga er een granaat op pleuren zo. Ik weet maar nooit wanneer het handig is, hè. Nee, even kijken. Gewoon een paar kills ben ik gewoon al happy. Zo. Oké, okay, daar heb je je energy, oké. Okay. Oké, okay, ik activate mijn cloak. Dat is misschien niet zo handig, maar... Oké, okay, die is van ons. Wat is dit nou?
Wauw, hij raakt mij niet eens. Oh, ik vind Crysis 3 wel een klein beetje. Nou ja. Au, ja. Ik heb hem wel dood, dat is wel goed. Maar oké, tegen twee gastjes kan ik ook... Waarom kan hij mij zo snel doodmaken? Jongens, laat het alsjeblieft eens achter in de comments. Waarom maakt die emu mij zo snel dood? Doe ik iets fout of zo? Kan ik een attachment gebruiken, wat ik... Kijk dan. Dit duurt echt... Wauw. Een assist. Skills. Oké. Kijk dan, ik kan twee schoten op hem lossen. Hij heeft grip erop. Ik zag dat wel. Hij heeft grip op zijn wapen. Maar die game is ook al een half jaar uit. Dus wat wil je ook. Maar goed, ik vind het zelf een hele leuke serie. Dus ik blijf het gewoon doen. Oh. Dan moet gewoon altijd voor zijn kills. Dubbel kill. Capshot, ja, dat dacht ik al. Ik dacht al, ik heb wel zo'n gevoel. Een kikker, lolcats. Lolcats. Yolopolocats, what the fuck, nee. Rennen, dat wil ik. Ja, wat denk je nou, dat ik jou niet zie, hè? Denk je dat of zo? Yeah, Guardian, save a teammate of zoiets. Watch your ass, ja oké. Komt goed. Waarom is hij dood? Mag ik wat? Oké, reload. Yeah. Auw. Wauw. Maar desnoods, ja. Ik vind Crysis 3 desnoods. Of nou, nee, ik vind Crysis 3 aan het einde toch nog wel leuk. Of nou, uiteindelijk dan. Ja, dat is wel wat ik nog zocht. Lockets. Dood, hey, dood. Clothing gauge. Oh, hi, dudes. Auw, als je air stomp doet, heb je daar geen last van, dat damage. Kom even cloak engage. Hey, thank you. Oké, wat is dit nou dan? Wauw. Ze hebben waarschijnlijk allemaal FMJ erop. Ik weet het wel zeker. Oh god, ik krijg allemaal messages op Skype, lockets. Ik weet niet of jullie het horen, maar... Ik heb, Ja. Assist, oké. Sterf je emu. Ik heb een assist. Jee, dat is altijd fijn. Geen assist. Wauw. Wat is dit nou? Ik schoot toch op hem. Huh? Gewoon huh? Hoe? De fuck? Wauw. Oké, dat is een kill. Wacht. Autostomp. Ja, geef me dat maar. Doctech, dank u. I got you. Ik heb de kill, dude. Even kijken, hoeveel sta ik? Ik sta... 8 om 11. Oké. Pompetom, pompetom, pompetom. Auw. What the fuck? Oké. Jezus. Oké, ik moet dus voortaan als ik zooi doe, zoals dit soort games, Skype op niet storen zetten.
Au. Fuck, heeft hij nou voor ding dan? Het zal wel. Oh, daar loopt iemand. Ga ik heen. Au. Au. Wat een lekkere spawn. Lekker Call of Duty. Heeft me één keer gekillt, de homo. Nanosuit modus ofzo. Hey, Doctek. Geef mij. Aw. Mijn Doctek is weg. Johnny. Waar de fuck ben ik nou weer? Au. Hey, Emu. Au. Ik heb pijn. Help. Yes. Is goed. Au. Waarom zei ik au? What the fuck? Hier door. Au, wat is dat nou weer dan? Verdorie. Ik raak hem niet eens, zeg je dat? Ik raak hem niet eens. Duitse mof. Wat? Nee, dat zei ik niet. Who said that? Dat zoiets zeg ik gewoon niet. Dat is gewoon asociaal. Dat weten jullie wel, hè? Zo ben ik gewoon ook niet. Wow. Ja, wat denk ik dan? Je ziet of zo. Wat is dat nou weer? What the fuck is dit? Ja hoor. Game met zo'n ding, hé. Wauw. Genoepdoept. Genoepdoept. Echt. Die ging met je crash uit. Jawel, dat is heel mooi voor ze. Ja, van boven. Of van achter dit keer. Oh, oké. Okay. Wauw. That's it. Wauw, jongens. Bedankt voor het kijken allemaal. Defeat. Geweldig. Oh. 9 kills. 17 dood. Echt ja. Yeah. Oké, die was nice. Het is gewoon als ik gewoon grip en FMJ heb. Ik moet gewoon levelen en beter mijn best doen. Ik kom er wel. Ja, oké. Okay, die kill, dat sloeg nergens op. Die daarna kwam. Hè, toen hij mij killde. Return to lobby. Lief. Maar goed, jongens. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik wil jullie vragen. Laat even een like achter. Al voor meer Crysis 3. Ik zeg, bij 5 likes komt de volgende episode online. Het moet jullie gewoon echt lukken. Dat betekent dat er misschien vandaag nog een nieuwe episode komt. Dus ja, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer. Abonneer als je het niet hebt gedaan. Volg me even op Twitter, @shadowgames23. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij meer Crysis 3 Multiplayer Road to Commander. Dus ja, later mensen.